ziet een dagje voorbereiding voor On Air eruit? Ja, dat is heel vroeg opstaan. Daar heb ik zelf de meeste moeite mee, moet ik eerlijk zeggen. En dan om 8 uur hier en dan de kranten lezen tot 9 uur. En om 9 uur hebben we vergadering. En dan moeten we meestal nog een actuele gast regelen. Zo'n bolletje of Dirk Sauer, echt iemand van 06, nummer van Dirk Sauer. En dan moeten we een filmpje nieuws op Schiphol bedenken. Dus wat speelt er bijvoorbeeld ergens in het buitenland? Dat kan de overstromingen in Pakistan zijn of het feit dat... Dat er een of andere artiest bijna president van Haiti wordt, hè, Wyclef Jean. Dus dan kun je Haitianen vragen van God, wat vinden jullie daarvan? En het leuke op Schiphol is natuurlijk dat je daar mensen hebt die van over de hele wereld daar aankomen. Dus je kunt met al het internationale nieuws kun je uit de voeten. En dan lopen er twee ploegen op Schiphol rond en die kunnen dat dan gaan filmen. Wat voor item ga je zo halen? Ik ga een item maken over de schaatsploeg die vertrekt op trainingskamp naar Calgary. En die gaan we uitzwaaien en dan ga ik Irene Wüst en Simon Kuiper interviewen. Ik moet alleen heel even dubbel checken hoe Simon Kuiper er ook weer uitziet. Hier is Simon Kuiper. We blijven vandaag voor de douane, dus als het goed is er geen gedoe met spullen die door de controle heen moeten. Want we hebben natuurlijk allerlei dingen bij ons die heel hard gaan piepen. Laten we hier buiten horen.